Dag ma. Dag ma. Waarom is het zo moeilijk om hierover te praten met mijn moeder? Mijn hele toekomst is verpest. Mijn ouders hebben zoveel in me geïnvesteerd. Hoe moet ik het vertellen? Ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen. Dit kan echt niet waar zijn. Maar wat is er met haar? Hey! Ik wat ik voor je heb. Ah, dat is zo lief van jou. Ja, je weet dat ik een liefheb ben, toch? Ja, ja. Hoe laat moet je thuis zijn? 2 uur. Het is nu 12 uur. Misschien kunnen we ergens gaan. Ergens gaan? Ja, waar we alleen kunnen zijn. Niemand stoort ons, niemand ziet ons enzovoort. Ik ben nog niet ready daarvoor. Maar je houdt toch van me? Ja, je weet dat ik van jou. Moet ik met iemand anders gaan? Nee. Oké, dan gaan we toch. Ik hou ook van je, dus wat je niet doet. We gaan gewoon. Meisje, heb je het al gedaan? Ik kan niet van me afblijven. Hou op van me. Heb je wel anticonceptie gebruikt? Condoom, de pil. Niet dus. Weet je wat die fan van je allemaal uithaalt? Met hoeveel meisjes hij gaat. Praat niet zo over hem hoor. Ik hou van hem. Hij kan iets hebben hè? Maar even, ben je wel verzekerd? Ja, ik ben verzekerd. Maar mijn kaart is bij mijn moeder. En als ze erachter komt dat ik het wil gebruiken om anticonceptie te halen. Als ik seksueel actief ben, meisje, probleem. Ik snap je hoor, ik snap je. Zet maar uit. Ik kan niet eens praten met mijn ouders hierover. Het voelt zo weird aan. En niet eens eraan denken. En die ogen, wanneer ze even een vraag stelt. Oh my god. Ik heb te veel respect voor mijn ouders om hierover te praten. Serieus? Ja. Je hebt echt een punt, ja. Weet je waaraan ik dacht? Zeg. Probeer toch langs te lopen bij je huisarts. Maar, dat doe je dan neem je anticonceptie. Maar zeg je moeder, je gaat gewoon voor acne een crème halen. En wanneer je eenmaal daar bent, dan vraag je naar een anticonceptie. En doe gelijk een HIV-test hoor, want nee. Je weet maar nooit. Nee, meisje. Mijn arts kent mijn ouders. Hij gaat ze alles vertellen. Maar kijk wat ik doe. Maak je geen zorgen, oké? Ik zal hem vragen om een condoom te gebruiken. Doe wel iets hoor. Ja. Komt goed. Dus weet je, mijn menstruatie is al 6 weken laat. Mijn menstruatie is 6 weken laat. Wat? Ben je zwanger of zo? Begin niet met die dingen van je hoor.
Nee, even serieus. Ben je zwanger? Wat moet ik doen? Hoe weet ik als ik zwanger ben? Kijk, we gaan een zwangerschaptest kopen bij de drugstore. Oh, mijn moeder gaat me doodmaken. Zet me eruit zitten. Luister, laten we eerst kijken of je zwanger bent of niet. Ik ga me toch weghalen. Ik ga abortus moeten plegen. Meisje, moet je niet doen. Abortus heeft te veel risico's. Ik kan het echt niet houden. Als je niet oppast, bloed je dood hoor. Denk het eraan hoor. Mijn ouders zullen het nooit begrijpen. Luister. Het beste is om met je moeder te praten. Zet maar uitzetten. Praat tot haar. Ik kan er niet. Ik kan echt niet met haar praten.